Ja, dankjewel, Paulien. Zien jullie de presentatie? Ja, dat is in orde. Je kan starten. Oké. Ja, dag iedereen. Vandaag zal ik het eens hebben over patiëntendoelen binnen doelgerichte zorg. Ik zal beginnen nog met een korte inleiding, maar Dagi heeft dat eigenlijk daarnet al heel mooi geduid. Vervolgens zal ik kort het literatuuronderzoek dat we reeds hebben gedaan toelichten. Daarna zal ik enkele tools voor doelgerichte zorg verder gaan toelichten. En zal ik ook eventjes stilstaan bij veldwerk dat we reeds hebben gedaan. En dan op het einde is er dan ook nog tijd en ruimte om jullie vragen te beantwoorden. We beginnen dus met de korte inleiding. Doelgerichte zorg is dus eigenlijk zorg die vertrekt vanuit de patiënt. En dat heeft daarnet eigenlijk al allemaal mooi geduid. Maar ik wil het ook kort nog eventjes herhalen voor de mensen die nu misschien pas aansluiten. Dus het is eigenlijk zorg die vertrekt vanuit de patiënt. En waarbij dat eigenlijk de doelen van de patiënt steeds centraal staan. En bij die patiëntendoelen zien we eigenlijk twee soorten doelen. Enerzijds zijn er de levensdoelen. En dat zijn eigenlijk de doelen dat een persoon in zijn leven wil gaan bereiken en eigenlijk ook betekenis geven aan het leven. En voorbeelden van levensdoelen kunnen zijn gelukkig zijn of een gezin hebben. Naast deze levensdoelen zijn er ook nog zorgdoelen. En de zorgdoelen zijn eigenlijk doelen die ook worden geformuleerd door de patiënt. Maar dit gebeurt dan samen met de mantelzorger en ook met de zorgaanbieders. En zoals dat de naam het zegt, slaan de zorgdoelen ook meer op de zorg en op het zorgproces. Maar wel steeds met het oog om die levensdoelen te kunnen bereiken. Merk ook bij die omschrijving van levensdoelen dat dat een redelijk ruim begrip is. Er is ook nog weinig weten van, oké, wat houdt een levensdoel nu precies allemaal in? Welke elementen zitten daarin? Bestaan er kaders voor levensdoelen? Hoe ga je daar als professional mee aan de slag in de praktijk? Dus daarom dat ik vandaag langer wil stilstaan bij hoe kunnen die patiëntendoelen dan in doelgerichte zorg worden geformuleerd. En dat zijn we eigenlijk op drie manieren gaan aanpakken. Enerzijds zijn we vertrokken vanuit een internationaal literatuuronderzoek. Vervolgens zijn we ook gaan kijken naar bestaande tools voor doelgerichte zorg, waarbij dat de patiëntendoelen en die levensdoelen centraal staan. En als laatste zijn we ook veldwerk gaan doen. Zo, dus beginnen met het internationaal literatuuronderzoek toe te lichten. We zijn eigenlijk gaan kijken naar wetenschappelijke artikelen die zowel het bepalen van doelen als ook complexe patiënten centraal zetten. Omdat we binnen eerste lijn en doelgerichte zorg ook wel vaak merken dat we met een complexe populatie zitten. En uiteindelijk hebben we daaruit 202 artikels gehaald waarmee dat we verder aan de slag zijn gegaan. En uit die 202 artikels zien we eigenlijk dat de doelen voornamelijk, alleen eigenlijk grotendeels en meer dan de helft, nog altijd vanuit een medisch perspectief worden geformuleerd. Dus dat dat medische toch nog altijd heel centraal staat. Maar gelukkig zien we ook al in 22% van die artikels dat de doelen toch al vanuit het leven van de hulpvrager worden gesteld. Dus dat dat doelgerichte daar toch al centraler komt te staan. En als we dan eens verder gaan kijken naar die 22%, dus naar de roze kwartje, dan merken we dat terminologie daarbij heel belangrijk is. Want naast die doelen en die voorkeuren, merken we ook dat de waarden ook heel belangrijk zijn. Wat dat dacht je daarnet eigenlijk ook al aanhaalde. Want de waarden is eigenlijk hetgene dat voor de patiënt het belangrijkste is. En dat slaat eigenlijk op een fundamentele overtuiging. Waarden die zijn ook heel, heel statisch doorheen hun leven en die ondervinden weinig invloed van hun context. En dan naast de waarden heb je dan ook de doelen en de voorkeuren. En dat slaat dan eerder op de keuzes die gemaakt worden en prioriteiten die gesteld worden. En dan in tegenstelling tot de waarden zijn de doelen en de voorkeuren wel afhankelijk van de context en zijn ze wel veranderlijk. Dus dat is eigenlijk al een eerste korte conclusie die ik jullie vanuit de literatuur wil meegeven. Is dat waarden degelijk een rol spelen bij het opstellen van die persoonlijke doelen en die patiëntendoelen. Als we dan nog eens verder gaan kijken naar die artikelen, dan zien we eigenlijk dat in sommige artikelen dat er ook een kader voor doelen wordt gebruikt. Eigenlijk bij een heel groot deel worden de doelen beschreven zonder kader. Dus wordt er eigenlijk niets gegroepeerd of worden er geen categorieën opgesteld van hey, die soorten doelen die zijn er allemaal. Dan zien we ook dat er bij een klein deel eigenlijk bestaande kaders worden gebruikt, zoals het ICF.
grote voordeel van het ICF is dat elke hulpverlener dat eigenlijk kent en weet hoe dat te gaan gebruiken. Het nadeel van het ICF, om dan echt specifiek die patiëntendoelen een plaats te gaan geven, is dat je geen prioriteiten kunt gaan stellen en dat ook waarden en zo eigenlijk niet gecodeerd kunnen worden in het ICF. En dan hebben we eigenlijk ook in de literatuur twee onderzoeken teruggevonden, waarvan dat de auteurs eigenlijk een eigen kader zijn gaan opstellen. En die hebben we gegroepeerd onder de ruime kaders. Het ene kader is het kader van Vermont. En hierbij wordt er eigenlijk vertrokken vanuit de fundamentele doelen. En die fundamentele doelen die zijn eigenlijk een expliciete vertaling van de waarden van een persoon. En omvat eigenlijk hetgene dat dus het belangrijkste is. En die fundamentele doelen die vormen ook eigenlijk de bouwstenen van het hulpverleningsproces. En dan naast die fundamentele doelen zijn er ook functionele doelen en symptoomspecifieke doelen. En door eigenlijk die functionele doelen en die symptoomspecifieke doelen op de fundamentele doelen te gaan bouwen, zorgt er eigenlijk voor dat fundamentele ook in de andere doelen wordt meegenomen. Dus dat op die manier toch die patiëntendoelen, die levensdoelen, dat die toch ook vervat zitten in de andere doelen. Naast het kader van Vermont hebben we ook nog het kader van Berndsen. Hierbij wordt er ook vertrokken vanuit de persoonlijke doelen, dat je dus kunt gaan vergelijken met die fundamentele doelen. En naast de persoonlijke doelen zijn er ook functionele doelen, biology goals en adaptieve doelen. En als we nog een keer dieper ingaan op de kader van Berndsen, dan zien we eigenlijk dat er daar een hiërarchie van doelen wordt geformuleerd. Dus de persoonlijke doelen, dus dat zijn dan de doelen van de patiënt, die komen eigenlijk helemaal van boven te staan. En naast dan die persoonlijke doelen worden de andere drie doelen, dus de functionele, de biologische en de adaptieve, die worden eigenlijk geformuleerd als doelen van de professional. En het van boven zetten van die persoonlijke doelen, dat gebeurt eigenlijk heel bewust, want door die persoonlijke doelen bovenaan te zetten, zorg je er eigenlijk voor dat er geen conflict kan ontstaan tussen de doelen van de patiënt en de doelen van de patiënt, van de professional. Dus hierdoor worden de doelen van de patiënt eigenlijk steeds als de belangrijkste gezien. En dan heb je dus ook nog de doelen van de professional. En dat zijn dan meer de bouwstenen voor het geïndividualiseerd zorgproces, wat dan terug meer overeenkomt met die zorgdoelen. En die worden dan gestuurd door de persoonlijke doelen. Dus heb je daar die wisselwerking. Dat is kort wat we uit de literatuur weten. Dus enerzijds dat die waarden heel belangrijk zijn. En ook die hiërarchie van doelen. Maar dat blijft natuurlijk allemaal nog abstract en weinig concreet om daar in de praktijk mee aan de slag te gaan. Dus wil ik jullie nu graag voorstellen en enkele tools voor doelgerichte zorg. Want in de praktijk, zowel in Vlaanderen als in Nederland, is er eigenlijk al heel wat gedaan rond doelgerichte zorg. Bestaan er al heel wat hulpmiddelen of handvatten of tools, of hoe dat je het ook wilt noemen, om zowel hulpverleners als hulpvragers in de praktijk te gaan ondersteunen om die levensdoelen duidelijk te gaan krijgen. Ik zal kort eens de tools ook aan jullie voorstellen. Ik weet ook dat je heel wat informatie van die tools ook online kunt terugvinden. Dat je sommige tools ook online gratis kunt aanvragen of kunt gaan downloaden. Dus als jullie hierdoor getriggerd zijn, zoek er zeker verder meer informatie over op en ga ermee aan de slag. De eerste tool die ik dus aan jullie wil voorstellen is de doelzoeker. De doelzoeker die werd ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform. En helpt eigenlijk nadenken over wat je belangrijk vindt in het leven, wat je graag doet en wat dat je levenskwaliteit bezorgt. En ze werken eigenlijk met een soort van levenskaart waarbij dat de levensweg wordt uitgestippeld. Een tweede tool is het vierbollenmodel. En dat kadert eigenlijk bij een grotere visie van persoonsgerichte zorg en komt eigenlijk vanuit Nederland, van het coachingsbureau Dubois en Van Rij. En in het vierbollenmodel staat eigenlijk het verhaal van de cliënt leren kennen volgens het andere gesprek centraal. Dan een derde tool is de samenspraakfiche. Werd ontwikkeld voor het Vlaams expertise.punt mantelzorg. En de samenspraakfiche heeft eigenlijk als doel om die communicatie over zorg te gaan verbeteren en de samenwerking tussen de mantelzorger, de cliënt en de hulpverlener sterker te maken. En eigenlijk een stap van de samenspraakfiche is dat ze ook heel sterk die mantelzorger daarbij gaan betrekken. Als we dan nog kijken naar welke tools er nog zijn, dan hebben we ook nog Zorg Esperanto, werd ontwikkeld door Familiezorg. En Zorg Esperanto vertrekt eigenlijk vanuit een verbindend communiceren, waarbij dat gelijkwaardigheid centraal staat.
Ze hebben eigenlijk een stafkaart ontwikkeld waarbij dat alle elementen waarbij dat rekening gehouden moet worden om levensdoelen en zorgdoelen op te stellen centraal staan. Dan nog een andere tool is Clever. Clever is eigenlijk een manier om, om in gesprek te gaan met de hulpverlener en de patiënt en op die manier eigenlijk doelen te gaan bepalen in de eerste lijn. En daarbij wordt heel sterk van je betekenisvolle activiteiten vertrokken. En dan een laatste tool die ik jullie wil voorstellen is mijn positieve gezondheid. Dat is eigenlijk een spinnenwebmodel die 6 dimensies van gezondheid gaat gaan meten. En ja, mijn positieve gezondheid vertrekt eigenlijk vanuit de positieve definitie van gezondheid, waarbij dat de eigen regie en eigen talent centraal staan. Maar wat zijn we nu met die tools gaan doen? Per tool, we hebben eigenlijk een documentanalyse uitgevoerd, wat dat inhoudt, dat eigenlijk per tool en naar achtergrondinformatie over die tool eigenlijk verschillende aspecten in kaart hebben gebracht. Dus eigenlijk per tool gaan kijken, wat is nu de doelgroep? Dan ook, hoe wordt dat gesprek aangegaan om die doelen te bespreken? Hoe worden de patiëntendoelen geformuleerd? Dan ook, wordt er een onderscheid gemaakt tussen die levensdoelen en die zorgdoelen? Hoe worden de levensdoelen geformuleerd? Hoe worden de zorgdoelen geformuleerd? En hoe verloopt dan uiteindelijk de omzetting van de levensdoelen en de zorgdoelen? Nou, het vandaag vooral over patiëntendoelen en over levensdoelen. En hebben we jullie en volgende resultaten voorleggen. Dus eigenlijk, we konden eigenlijk 6 elementen uit die tools gaan analyseren, die eigenlijk mee een leven zo kunnen gaan bepalen en die ook voor professionals eventueel elementen kunnen zijn, maar dat ze rekening mee kunnen houden als ze de leven zullen duidelijk kunnen krijgen. En het eerste element is eigenlijk dat waarden en emoties eigenlijk een basis zijn voor een leven zo. Maar dat dan ook terug overeenkomt met wat we al weten uit de literatuur, dat die waarden daar ook belangrijk zijn. Een tweede element is eigenlijk dat het verleden, het heden en de toekomst van een individu ook mee het leven zo gaan bepalen. Een derde element is dat een leven zo eigenlijk betrekking heeft op verschillende activiteiten en verschillende levensdomeinen. Dus dat dat niet maar over één iets zijn, maar dat dat eigenlijk ook heel ruim kan zijn en dan die activiteiten daarin heel gevarieerd kunnen zijn. Een vierde element hierbij is dat een leven zo ook gerelateerd is met gezondheid. Waarbij dat dan ook denken aan kwaliteit van leven en duur van leven en levensduur. Dan een vijfde element is ook dan dat de context, zowel de sociale als de fysieke omgeving, mee het leven zo bepalen. En dan een zesde element is dat een leven zo ook een positieve formulering hanteert, wat dat dan ook mooi aansluit bij dat je niet vertrekt vanuit de problemen, maar meer vanuit wat dat iemand wel kan. Dus daarmee dat die positieve formulering dat dan ook nog eens extra gaat gaan benadrukken. Belangrijk om hierbij ook te weten is dat die elementen niet losstaan van elkaar, maar dat een leven zo vaak meerdere elementen gaat gaan bevatten. Dat iemand bijvoorbeeld een activiteit wil gaan doen met vrienden, dus ook met een sociale omgeving, en daardoor gelukkig wordt en dat ook in de toekomst zo lang mogelijk wilt blijven doen. Dus dat is ook kort voorgesteld wat we dus eigenlijk uit de tools voor doelgerichte zorg hebben geanalyseerd. En dan vonden we dat eigenlijk ook belangrijk, omdat in het veldwerk, dus met professionals, eens te gaan kijken van hoe gaan zij nu om met die levensdoelen? Hoe halen zij dat uit in gesprek? En binnen onze onderzoeksgroep loopt er dus een pilottraining doelgerichte zorg, waarbij dat we dus 12 enthousiaste eerste lijn professionals uit verschillende settingen hebben kunnen betrekken. En we hebben aan hen gevraagd om een doelgericht gesprek af te nemen met verschillende hulpvragers. Dus eigenlijk ook die goal elucidation, waar dat dagje het daarnet over had. En hierbij hebben we hen 3 de tools voor doelgerichte zorg laten gebruiken. Dat zijn eigenlijk bijvoorbeeld enkele voorbeeldjes van levensdoelen die uit die gesprekken naar boven kwamen. Dus die ook werden geregistreerd door de hulpverleners. Je ziet al bij het eerste dat iemand eigenlijk zegt van maar echt concrete doelen stellen, dat is ons eigenlijk niet gelukt. Dus dan heb je ook dat eigenlijk niet tot die levensdoelen komt. Een ander voorbeeld gaat over sociaal contact. Dus hebben we ook terug over het sociale. Iemand die zegt dat ik nog lang mag leven, gaat dan ook terug over dat gezondheidsaspect. Ook terug over zelfstandigheid, wat dat ook terug over die waarden gaat. Het koken zit erin, wat dat dan terug over die activiteiten gaat. En ook iemand die zegt die zo lang mogelijk in het appartement wilt wonen. Als we dan verder gaan kijken naar dat eerste doelgerichte gesprek, dus naar die goal elicitation,
zien we dat er naast de levensdoelen er eigenlijk ook wel wat zorgdoelen worden besproken. Zoals bijvoorbeeld dat zo lang mogelijk in het appartement wonen. En dat we ook merken dat de hulpverleners eigenlijk heel snel tot oplossingen willen komen. Wat dat langs de ene kant ook wel ja, eigen is aan een hulpverlener. Maar belangrijk om te weten is eigenlijk dat de focus van dat eerste gesprek niet is om al tot oplossingen te komen, maar eigenlijk te gaan achterhalen wat dat belangrijk is voor de persoon die voor u zit. En daarbij was er ook in onze pilottraining iemand die zei van oké, het is nu niet omdat ik geen doelen heb, dat dat een gesprek zonder doel was. Dat verwoordt eigenlijk heel mooi dat je ook niet doelen moet gaan zoeken om doelen te gaan zoeken, maar dat eigenlijk luisteren naar iemand en daar een gesprek mee voeren, eigenlijk ook al, dat je daar eigenlijk ook al kunt zijn wees, maar dat het belangrijk is voor die persoon en dat dat jezelf eigenlijk ook verder kan gaan helpen. Maar hoe hebben die professionals dat dan precies gedaan om eigenlijk die levensdoelen duidelijk te gaan krijgen? Ze hebben ook de tools voor doelgerichte zorg gebruikt, maar daarnaast zijn ze eigenlijk ook expliciet de waarden gaan bevragen. Daarbij zagen we ook dat ze vooral ook veel aandacht geven aan de activiteiten die iemand doet. En dat ook de vraag, wat is een goede dag, een hele dankbare vraag is om het gesprek te gaan openen en om eigenlijk een zicht te krijgen op wat er belangrijk is voor iemand. En wat ik nog wil meegeven bij die goal recitation encounters, is eigenlijk ook wat je had het daarnet ook al aangehaald, dat ze niet meer vertrokken moet worden van what's the matter with you, dus wat is het probleem en welke oplossing kan ik daarvoor verzinnen of voorzien. Maar dat eigenlijk de focus van het gesprek gaat gaan verleggen naar what matters to you, wat is er nu belangrijk voor u. En eigenlijk door die focus te gaan verleggen, dat je dan ook al een duidelijker zicht krijgt op die patiëntendoelen en op die levensdoelen. Dus als korte conclusie van mijn uiteenzetting hier, wil ik eigenlijk vooral meegeven dat de tools voor doelgerichte zorg eigenlijk een eerste handvat kunnen zijn om die levensdoelen en die patiëntendoelen in een gesprek duidelijk te gaan krijgen. En ook de vraag wat is een goede dag. Dat we daarnaast ook zien dat het element van waarden, dat wel iets belangrijks is om daar een zicht op te krijgen, dat je dat heel duidelijk krijgt, dus dat je dat ook actief kunt gaan bevragen en ook die activiteiten. En dat er ook niet te snel tot oplossingen moet komen worden, dat je eigenlijk vooral eerst moet trachten om de betekenis en de waarom van een tool te achterhalen. Want als iemand tegen u zegt, als een patiënt tegen u zegt, ik wil zo lang mogelijk in mijn appartement blijven wonen, dat je probeert te achterhalen van waarom wil die persoon dat, waarom is dat belangrijk voor hem. En door het leven zo dan eigenlijk zo concreet mogelijk te kunnen krijgen, dat je op die manier ook de zorg zo maximaal mogelijk gaat kunnen afstemmen op wat er voor die persoon nu echt toe doet. Wil ik jullie graag bedanken voor jullie aandacht. En als er nog vragen zijn, dan hoor ik ze graag. En misschien voor de geïnteresseerden, met onze onderzoeksgroep hebben we ook een nieuwsbrief voor doelgerichte zorg. Dus als je hier verder in geïnteresseerd bent, kan je ook altijd inschrijven.